ziet dat begroeiing. Ja. Dus dan lijkt het net alsof je op het gras loopt, maar dat is wel de stoep. Maar het is gewoon onkruid dat tussen de stoep door. Nee. Maar dat vertelt ons toch allemaal, hè? Dat is ook wel heel leuk. Nou, dat is wel weer een voordeel. Ja. Hekje? Daar is hij voor, hè? Ja. Maar dit is een hekje met gaatjes. En die is vaak moeilijker te horen, omdat je dus, dat hij dan, het geluid gaat daar eigenlijk doorheen. Dus je hoort wel dat er iets is, maar niet, als ik echt voor het zou hardlopen, dan hoor je het heel hard dat hij er is. En dan zou je er tegenaan kunnen lopen. Ja. Dus het is ook eigenlijk ook raadzaam om niet alleen hard te lopen als je ergens niet bekend bent. Je kan beter met een buddy doen dan. Zeker, ja. In ieder geval zeg als je het zegt aan. Precies. Je bent altijd aan het laten. Nee, maar dat mag je dat niet meer zo. Ook bedankt. Je bent je buddy, hè? Ja. Maar hier zit dus heel veel gras tussen de begroeiing.